Dit is de JCB 403E. Deze machine bracht JCB naar onze grote mini-shoveltest. Samen met tijdschriften uit Denemarken, Noorwegen en Finland hebben we 21 mini-shovels in de praktijk getest en vele verschillende metingen uitgevoerd. We testen bijvoorbeeld de hefkracht, het geluidsniveau, de trekkracht, de oliestroom en nog veel meer. JCB heeft deze elektrische mini-shovel nu zo'n 3 jaar op de markt. De machine presteert prima in onze grote vergelijkingstest, al is er ook wel ruimte voor verbetering. De testchauffeurs beoordelen de JCB als de op 1 na beste. Maar op technische metingen scoort de JCB doorgaans wat minder dan gemiddeld. De combinatie van die twee maakt dat hij op plek 5 eindigt van de 6 elektrische mini-shovels. De JCB werkt met een 20 kWh accu en een 96 volt systeem. De bruto prijs is €75.900 en dat is ongeveer het gemiddelde van de elektrische mini-shovels uit de test. De mini-shovel werkt fijn. Het valt op dat als je al rijdend van rijrichting wisselt, de transmissie niet zozeer afremt. Daardoor voelt de JCB niet zo agressief aan. Het starten duurt even. Contactsleutel om, wacht tot een klein blauwe lampje knippert en dan de sleutel verder draaien zodat het blauwe lampje aanblijft. De kracht en snelheid van de hydrauliek zijn goed in balans met de kracht in de aandrijflijn. De JCB biedt een prima werkplek en ook chauffeurs kleiner dan 1,75 meter kunnen in tegenstelling tot veel andere mini-shovels hier fijn werken. De vloer is niet helemaal vlak, de giek, de spiegels en de beschermingsbeugel aan de voorzijde ontnemen relatief veel zicht. En die spiegel zit ook een beetje in de weg bij het in- en uitstappen. De giek beweegt het snelst van de 6 elektrische mini-shovels. Een werkcyclus duurt hier 10,5 seconden. We meten daarentegen een hefkracht en uitbreekkracht die beide lager zijn dan gemiddeld. Laag bij de grond tilt de JCB 1140 kilo, terwijl dat gemiddeld 1660 kilo is. De uitbreekkracht is 2116 kN, terwijl dat gemiddeld ruim 3100 kN is. De JCB blijkt wel een van de sterkste te zijn in de trekkrachtmetingen. Wil je alles weten over de testresultaten en de metingen die we hebben gedaan? En wil je de machines vergelijken? Kijk dan in Trekker Magazine nummer 437 of op trekkeronline.nl. En houd ons YouTube kanaal in de gaten. Daar zie je video's van 15 diesel en 6 elektrische mini-shovels.